Jeroen, ik ben 40 jaar. Ik ben geboren in Gouda. En ik ben grafisch ontwerper. En ik teken ook letters. En ik maak ook websites. En ik vind tekenen ook leuk. En koken. Fietsen repareren vind ik ook leuk, maar ook wel eens lastig. En verder hou ik van mensen. En ik heb ontzettend een hekel aan mensen. Spatters, altijd handig. Mijn verhuisbericht van de eerste studio. Dat is een oude advertentie voor Epitaph Punk Label. Het paskers. Een nieuwjaarskaart. Vadertje tijd is neergeschoten door het nieuwe jaar, 1995. Waar komt de naam Shamrock vandaan? Dat is, komt uit Ierland. Hoewel sommige mensen ook denken dat het een zijn oorsprong in India heeft. Het is een klaverblad en dat komt van mijn achternaam. En het verwijst, het wordt ook wel gebruikt om als symbool voor de heilige drie-eenheid. Worst, bier en Tiroler muziek. Ik vind ook dat je heel erg moet laten zien dat je ook met alleen maar plaatjes grappige dingen kan vertellen. Bijvoorbeeld hier, ik vind het zelf persoonlijk wel grappig omdat het een beetje de grens opzoekt van wat je kan vertellen met beeld. Dit is, als je dit ziet dan denk je, ja, het is gewoon een leuk plaatje. Maar als je de legenda leest, dan heb je hier huid en hier eikel en dan hier sperma. Dan heb je huid, eikel, huid, eikel, huid, eikel, huid, eikel en dan eindigt het met sperma. Dus dan weet je dat het gewoon een soort wetenschappelijke ding is van rukken. Bij striptekenaars is het heel gebruikelijk om originele te bewaren. En ook, die hebben een soort van waarde ook. Veel striptekenaars verkopen die dingen ook. En aangezien je met striptekenen helemaal niks verdient, is het wel handig. Nou, het grappige was, toen ik net begon, toen kwam de computer ook net op. Dus ik was eigenlijk een beetje de eerste generatie die op de computer alles deed. En dat is, daardoor had ik meteen een soort voorsprong. Want toen zeiden mensen, oeh, op de computer gemaakt. Dat is wel, alsof het heel speciaal was. Als ik nu die dingen zie, vind ik het echt ontzettend lelijk. Kijk, deze heb ik gemaakt voor 1 fles bier. Op een eiland in Thailand. En toen was ik halverwege, toen had ik die fles bier, had ik mijn loon al opgedronken. Toen mocht ik er niet nog een. Maar omdat ik zo professioneel ben, heb ik hem wel afgemaakt. Het was een goochelaar. Die had een hele leuke show met kaarten, maar het waaide heel hard. Mijn werk is het meeste te zien op televisie en in de bioscoop, in de hoek. Want ik heb die kijkwijzer icoontjes gemaakt. Ik vind het leuk als het ook een beetje conceptueel is. En dit zijn van die omdraaidingen waar jij het over had, hè? Zo. Maar ook zo.
Ik maak ook t-shirtjes. Bijvoorbeeld deze, die is ook in de aanbieding. Voor 10 euro. Maar dan moet je wel extra large hebben. Nog even tik. Deze is ook zo'n omdraai geval. Hè? Want die speelkaarten die hebben normaal geen benen. Hè? Want anders dan, nou ja, je ziet wat er gebeurt als ze wel benen hebben. Schuren. Deze is ook goed. Dit shirt was eerst van mijn band. Tangled. Maar die vond ik eigenlijk best wel lelijk. En toen ging mijn vriend Hoving, die ging een shirt maken. En dat had ik geregeld. En toen heb ik die maar over dat oude shirt van Tangled heen laten drukken. Zo. Ik ga even een beetje inspiratie opdoen hoor. Gaan we die kant eruit. Ga even patat eten. Ze hebben hier geparfumeerde patat. En even melk kopen. Dit is de dichtstbijzijnde supermarkt bij de studio. Het Centraal Station. Station d'Anvers in Bruxelles. Partira de la voie 14A. De vuilnismannen staken volgens Tik. En gaan we even kijken of het lekker smerig is hier. En je kunt ook allemaal hele leuke hoofden zien, Centraal Station, om inspiratie op te doen. We gaan even een beetje transpiratie op doen, want ontwerpen is 10% inspiratie en 90% transpiratie. Dus je moet altijd goed zorgen dat je goed in je transpiratie zit. Als ik hier ben, dan droom ik altijd van verre oorden. Zoals Hilversum. Tjoe, tjoe, tjoe. Ik heb af en toe een beetje last van information overload. En dan... tjoe, tjoe, tjoe. Dan heb ik zoveel ideeën en dan moet ik gewoon even naar een beetje een troosteloze plek. Om een beetje gewoon de stemming een beetje te temperen. Dus dan ga ik hier naartoe. En gewoon ergens waar het lelijk is en waar gewoon ja, een soort zwart gat. En dan word ik een beetje rustiger en dan heb ik nergens meer zin in en dan ga ik weer aan het werk. Eigenlijk ben ik wel een beetje teleurgesteld in de mensheid. Vooral sommige mensen. Ik ben gewoon helemaal gek van die Erik Krink met zijn gekanker de hele dag. Ik ben er helemaal gek van. Even de deur uit. Nee, Krink is mijn vriend. Daar hebben we geen last van. Ik hou ervan als mensen kankeren, want dan voel ik mezelf minder een oude kankeraar. Toen ik op de kunstacademie zat, toen dacht ik aan de ene kant dat het meer mogelijk zou zijn, maar pas al 2 jaar daarna was ik me al deed wat ik eigenlijk al als kind altijd al wilde doen. Dus het is echt een jeugddroom, dat je gewoon kan tekenen en boekjes maken. Ja, en een beetje muziek maken. Gewoon de hele dag ben ik aan het spelen. En, als ik even geen zin meer heb, dan ga ik gewoon even flipperen.